We staan hier in Wervershoofd en hier is de vrijwilligersbeurs. En wij staan bij Klaas-Jan Groot. En Klaas-Jan is een van de organisatoren. Ja, klopt. Wij zijn van Vrijwilligerspunt West-Friesland. En wij organiseren samen met en voor de gemeente Medemblik de vrijwilligersbeurs hier in de school vandaag. Verwachten jullie vandaag ook nog de wethouder? Wij verwachten dat de wethouder, de heer Nijsing, inderdaad nog komt in de loop van de ochtend. Dus het zou mooi zijn als het hem lukt om langs te komen. Ja. Wat moet ik hier voorstellen? Want er zijn mensen die komen ook uit Wieringenwerf en die komen uit Stedenbroek, ja. EHBO. Ja. Ja, waren daar geen mensen te vinden uit Medemblik? Er was geen EHBO-vereniging in staat om te komen. Die hadden zich niet aangemeld. Maar vooral is het doel hier om organisaties hier te laten staan die in de gemeente Medemblik actief zijn. Het kan ook zijn dan dat ze elders gevestigd zijn, maar wel in de gemeente Medemblik werken. Omdat ze bijvoorbeeld in heel West-Friesland actief zijn. Zodoende. Of is de keer is dit? Dit is de derde keer dat we dit organiseren. Voor de eerste keer hier? Voor de eerste keer in de gemeente Medemblik, ja, correct. En de andere waren vanuit Hoorn. En wat verwachten de mensen nu eigenlijk daardoor een heleboel vrijwilligers te krijgen? Bijvoorbeeld de oud Wervershoofd, die hebben problemen met de website. Ja, dat is een jongerenactie, hè? Dat is inderdaad, vaak zie je dat jongeren dat doen. En er zijn ook al een aantal jongeren geweest. Dat zou mooi zijn als er meer komen en dat die inderdaad zich daar kunnen inschrijven. Maar het is voor alle organisaties hier een mooie kans om met vrijwilligers in contact te komen. En om ze het over te halen om zich in te schrijven. En daarnaast is het ook voor organisaties onderling een mooie kans om hier te netwerken. We staan hier met Annie Wissink van Oud Wervershoofd. Waar zijn jullie op zoek als vrijwilliger? Nou, wij kunnen wel diverse vrijwilligers gebruiken, maar we hopen eigenlijk dat iemand met ICT-ervaring voor ons iets kan betekenen voor een nieuwe website of het oppimpen van de huidige website. Oud Wervershoofd, er zijn toch wel heel wat bekende Wervershoofds geweest, hè, in Nederland. Ja, zeker. Dat... Ik heb zelf ooit het Theo Kool Museum samengesteld. En dat was een bekende Wervershoofder. Dus. Nog steeds te zien, hè, in de molen? Nog steeds te zien in de molen, ja. Maar de molen is op dit moment gesloten. Dus die gaat in eind april weer open. Als ik nou kijk hier, dan, is er nou veel verdwenen in Wervershoofd aan oude gebouwen en oude woningen? Ja, er zijn weinig echte oude boerderijen meer over. En zelf heb ik daar eigenlijk niet echt het goede zicht op wat er allemaal weg is. Maar wij hebben vorige week nog een expositie gehouden van de middenstand, oude winkeltjes. En het thema van die expositie was ook uitverkocht. En dat wil eigenlijk omdat bijna geen enkel winkeltje meer bestaat. En dat was ontzettend leuk. Heel veel belangstelling voor ruim 400 mensen gehad. Dus wat dat betreft succes. Ze zeggen wel eens zonder verleden geen toekomst, hè? Ja, dat is waar. Dus ik hoop eigenlijk ook dat wij als stichting Oud Wervershoofd, oftewel historische vereniging, wat jongere mensen aan kunnen trekken die dit voort gaan zetten. Want wij hebben bijvoorbeeld een beeldbank waar op dit moment 12.000 foto's staan. Daar is heel veel werk, wordt ervoor gedaan. Maar het houdt een keer op. Zelf ben ik ook op een leeftijd dat ik het niet 10 jaar nog volhoud. Dus... Marjolein van de Noorda, van de stoomtram, een begrip in West-Friesland, hè? Zeker, al heel lang, ja, klopt. We zijn een heel mooi museum en we hebben mensen uit allerlei windstreken die ons bezoeken, dus dat is ontzettend leuk. Ja. Waar zijn jullie nou specifiek op zoek naar? Dat is eigenlijk heel divers. We hebben natuurlijk een werkplaats, dus technische mensen, maar we hebben ook heel veel publieksfuncties. Horeca, rondleiders, loketisten, conducteurs. Dat is heel divers bij ons. Het is voor iedereen wel een leuke plek te vinden. Ik zie bijvoorbeeld vacature stationschef Wognum. Ja. Ook een mooie... Wat houdt dat eigenlijk in? Stationschef? Die ken ik niet meer, want in de NS hebben ze dat niet meer. Nee, NS-achtergrond, hè? Nee, in Wognum stopt de tram ongeveer 20 minuten. En dan ga je wat vertellen over het station. Je ontvangt de mensen, je zorgt dat het er netjes uitziet. En je mag ook het sein geven dat de tram weer verder mag. Want de wissels en de seinen worden nog helemaal handbediend, hè? Dat klopt, ja. Ja. Dat is zwaar werk, denk ik. Ik hoor de mannen niet klagen. Je moet wel spierballen hebben, denk ik.
Ja, maar het is te doen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld de spannendste tijdreis van de stoomtram en de boot. Hoe moet ik het maar voorstellen? Nou, mensen kunnen dus kiezen of ze de historische driehoek met de tram en de boot doen. Dan kan je kiezen vanuit Horen of Enkhuizen. En dan ga je een deel met de tram en een deel met de boot. Dan stap je over. Of je kan een retour met de tram doen. Dat is ook mogelijk. En zoeken jullie ook mensen, vrijwilligers voor de boot? Dat is dan horecawerk alleen. Voor op de boot, ja. En dan op de trein, machinisten, conducteurs, stationschef, seinhuiswachters neem ik aan. Mensen die het vertrek sein geven. Ja. Treindienstleiders. Locatisten. Locatisten, stokers, heel divers, ja.